Wat een avond gisteren, jongens. Wat een nacht gisteren. Eventjes bijkomen op het strand. In het zonnetje. Om eerlijk te zijn, hè, nu ik hier zo lig, het kan wel. Het kan. Dit is mijn huidige shape, mijn bulk shape. Ik heb massa. Je ziet wel voor me, klein beetje die buikspieren natuurlijk. Maar het is niet genoeg! Als je echt keihard wil flaneren deze zomer, op je vakantie, op die festivals, dan moet je gewoon streng voor jezelf zijn. En dat ben ik ook. En daarom start ik vandaag, 2 april, met droogtrainen. Want dan ben ik in juni, juli en augustus droog genoeg om gewoon met die chest over het strand zo zelfverzekerd te flaneren. Het gaat erom dat jij zelfverzekerd je shirt uit kan trekken wanneer jij dat wil. Dat jij klaar bent op welk moment dan ook deze zomer om jezelf te presenteren aan het publiek, aan de wereld. Ik ga beginnen met droogtrainen en ik ga jullie precies laten zien wat de eerste stappen zijn in dit proces. We gaan naar de gym. Oké, we gaan natuurlijk voor de training eerst even scoopen. Kijk, en ik heb jaren terug in die V1 die creatine alvast gestopt, zodat ik hem niet meer apart hoef bij te nemen. Dat vind ik wel heel erg handig, want dan heb je gewoon in één scoop alles wat je nodig hebt. En je weet inmiddels, denk ik ook wel, die creatine is bittere noodzaak. Tijdens het droogtrainen ook juist. Want het geeft je net even wat meer tijdens de training. Net even een herhalingje meer. Maar daarnaast zorgt het ook voor wat vochtaantrekking. Dat zorgt ervoor dat je lekker die pomp krijgt. Dat is wat je natuurlijk wil. Zeker tijdens het droogtrainen. Dan wil je er zo goed mogelijk uitzien. 1 en 2. We gaan ervoor, jongens. Een van de twee belangrijkste dingen met betrekking tot droogtrainen is 1. Fatigue management. Hoe ga je om met je vermoeidheid? En 2. Cardio. Hier hebben we de assault bike. Typisch cardio apparaatje wat mensen gebruiken om fitter te worden. Maar ze gebruiken het ook om vet te verliezen. Tenminste, dat denken ze, dat hopen ze. Fatigue management. Tijdens het droogtrainen ga je steeds minder eten, minder calorieën. Je krijgt minder energie, dus je raakt sneller vermoeid. Wat je dus niet wil, is te veel vermoeidheid creëren door dit soort dingen te gaan doen. Ook niet die battle ropes eindeloos blijven doen. De calorieën die je hiermee verbrandt, het zijn er misschien maar 10. 10 calorietjes en dan ben je helemaal uitgeput na 30 seconden op zo'n assault bike of zo'n set met battle ropes. Je verbrandt er dus bijna geen calorieën mee, maar je wordt er wel heel moe van. Dat zijn precies de twee dingen die je niet wil. Ik zal er wel even op gaan zitten voor jullie. Ook zodat jullie even kunnen lachen natuurlijk, maar ik werk me even in het zweet. Oké, nu heb ik en maar 10 tot 20 calorietjes verbrand en ik ben moe. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga trainen, heb ik geen energie meer om die krachttraining goed te regelen. Kan ik minder gewicht liften, minder spiergroei, minder spierbehoud. Te veel high intensity cardio tijdens het droogtrainen door middel van dit soort apparaten. Assault bike, battle rope, sprintstrekken, etc. Zorg ervoor dat je niet kan doen wat je moet doen, namelijk spiermassa behouden door middel van effectieve krachttraining in een calorietekort. Wat ik ook vaak fout zie gaan, is dat mensen te veel in de mindset van het bulken blijven hangen terwijl ze gaan droogtrainen. Dus je trainingstijl tijdens een bulk, die is er eigenlijk op gericht om zoveel mogelijk kracht te leveren, PR's te zetten. En dat zie je ook bij die deadlift. In je bulk heb je die PR deadlift gezet van 180 kilo, misschien wel 200, misschien zelfs meer. En dat wil je natuurlijk behouden tijdens het droogtrainen. Maar tijdens het droogtrainen verlies je wat massa, vooral vetmassa. Ben je vermoeid. En de kans op blessures tijdens zware lifts, zoals de deadlift of de squat, neemt daarbij toe. Dus het kan best links zijn om jezelf te gaan pushen tijdens het droogtrainen op een lift, zoals de deadlift of de squat. Want als jij vermoeid bent en je techniek gaat achteruit bij een oefening als de deadlift, dan heb je een vergrote kans op bolling van de lage rug. En dat is een risicofactor voor lage rugklachten. Dus wat ik zou aanraden tijdens droogtrainen is, pak die compound lift zoals de deadlift en squat ietsje hoger in het aantal herhalingen. Dan hou je iets marge wat betreft je techniek. Ben je nog steeds aan het trainen voor spiergroei en kracht en hou je het veilig. Waar je niet zo bang voor hoeft te zijn tijdens het droogtrainen is dat je te vaak traint
en geen herstel hebt. Vaak is het nog zo dat mensen denken, ja, je kan niet elke dag trainen of je kan een spiergroep niet 2, 3, 4 keer per week trainen, want dan heb je geen herstel. Die mensen vergeten altijd dat herstel altijd in de context van de belasting moet worden gezien. Dus als je natuurlijk helemaal kapot gaat op een dag en je traint 8 uur lang biceps, ja, dan heb je wel 2, 3 dagen hersteltijd nodig. Maar als je elke dag een deel van je arm, van je biceps traint, dan kan je hem de volgende dag, of na 2 dagen sowieso, weer trainen. Dit heeft alles te maken met het feit dat je een spier vanuit verschillende hoeken traint en in de verlengde en verkorte positie. Dus je traint vaak maar een deel van de spier als je een oefening doet. Dat betekent dus ook dat je verschillende oefeningen kan doen waarmee je de complete spier traint. Dat klinkt misschien moeilijk, maar dat is precies wat jij nu al doet in de praktijk. Namelijk, nou, heel simpel praktijkvoorbeeld. Pak hier een bicep curl met stang. Nou, hier is hij nog niet zwaar, hier gebeurt er nog niks. Maar als ik hem hier haal, dan is hij het zwaarst. Maar hier is mijn biceps natuurlijk al verkort. Dus in de verkorte positie wordt die biceps vooral hier getraind. Nou, en waar je bij die straight bar curl vooral hier in de verkorte positie van de biceps die spanning hebt, kunnen we hier bij de incline curl met dumbbells ervoor zorgen dat we hier in de verlengde positie op dit moment al meer spanning hebben. En daarnaast pakken we hier, omdat we de elleboog achter het lichaam hebben, ook meer de lange kop van de biceps. En bij die straight bar curl hebben we de elleboog naast het lichaam. Dan pakken we vooral die korte kop. Dus je kan de spieren in verschillende hoeken trainen, op verschillende lengtes. En je kan de verschillende koppen trainen, zoals bij de biceps. Biceps heeft 2 verschillende koppen, triceps 3. Maak je niet druk dat je tijdens het droog trainen te weinig rust hebt. Je kan een spier moeiteloos meerdere keren per week trainen. Zorg er dan wel voor dat je die spier in verschillende hoeken of op verschillende lengtes traint, etc. Het grote voordeel is dan ook dat je de hele week met die goddamn pomp rondloopt. Manipuleer je koolhydraten voor de maximale festivalpomp. Als je bij mij droogtrain traject volgt, dan leer je in de online leeromgeving ook van alles over voeding, training, mindset, supplementen, het hele pakket. Maar hier alvast een voorproefje. Dit is de kalender. Januari, december. Maar hier is natuurlijk die zomerperiode en dan heb jij die feesten gepland. Feest, 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 feest. Daar moet jij natuurlijk in shape zijn. Dus op die feesten wil je droog zijn. Nou, die zijn vaak op zaterdag, zondag. Maandag, zondag. Dit is de koolhydraathoeveelheid. Hier moet jij in topshape zijn met je pomp. Wat je dan kan doen is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag die koolhydraten laag houden. Laag. En dan boom, dag voor het weekend of op het weekend zelf. Hup, omhoog met die koolhydraten. Hier nog even voor dat feest dikke pompsessie. 5 sets, 10 tot 12 herhalingen per spiergroep. En dan is het hier showtime. Ja, de principe van die festivalpomp, dat is hetzelfde in principe dat we hanteren tijdens die peak week. Hè. Die peak week nogmaals, dat is die week nadat je al droog bent geworden om die shape te maximaliseren, 110%. Dan is het op maandag tot en met zondag. Dan kom je in die fotoshoot shape hier. En dan voordat die week begint, bel ik met jou 1 op 1. Daarna stuur ik jou je persoonlijke plan. Hoeveel koolhydraten je moet eten. Wanneer je die koolhydraten moet eten. En welke soort koolhydraten je moet eten. Samen met het afgestelde trainingsplan. Zoals die depletion training, et cetera. Weet jij zeker dat je zonder zorgen in 1 rechte lijn, boom, zo door die peak week heen loopt. Waarop je hier shined en dus foto's laat maken van je beste shape ooit. Afgelopen jaar heb ik zelf die peak week doorlopen. Dat heb ik vast laten leggen. Die gehele video van het proces krijg jij ook. Zodat je je optimaal kan voorbereiden en ook precies kan zien hoe bijvoorbeeld een fotoshoot in zijn werk gaat. Want daar help ik je ook mee. Voeding, training,
poseren, het hele pakket in één. Als je je nu opgeeft voor het droogtraintraject, zorg ik dat jij droog genoeg bent om deze zomer die Peak Week te doorlopen. En dan sta jij deze zomer op de eerste plek. We hebben die pomp erin zitten. We gaan even eten halen. Naast dat het natuurlijk belangrijk is wat je eet, hoeveel je eet en wanneer het allemaal op een dag eet, is het ook belangrijk om een vast rondje in je supermarkt te hebben. Als je op het parkeerterrein aankomt, dan moet je niet denken van, oh, wat kom ik er ook weer doen? Oh ja, ik heb honger. Oeh, waar heb ik zin in? Nee, je moet van tevoren bedenken wat je gaat halen, zodat je niet van de gebaande paden afwijkt. Want als je gaat nadenken over waar je zin in hebt, dan haal je die lekkere dingen. En zo word je niet droog, jongens. Vaak eet ik geen koolhydraten bij het avondeten. Jij bent waarschijnlijk gewend om rijst en aardappelen te eten elke avond bij het avondeten, maar die spaar ik daaruit. Die calorieën van die koolhydraten van het avondeten, die besteed ik 's avonds op de bank aan iets lekkers. Dus hier bij die aardappelen en dergelijke, en later in de winkel ook bij de rijst, ja, daar kom ik vaak niet, want ik eet gewoon vooral eiwit met groenten. Voordat ik je laat zien dat je de hele dag maar mager kwark met kipfilet moet gaan eten, heb ik een andere tip ook voor je. We staan hier bij het vak maaltijdgemak. En al die kant-en-klaar maaltijden, die zijn enorm handig tijdens het droogtraining. Zelfs of het nou een voorverpakte pizza is of wat dan ook, maar hier heb je natuurlijk al die versbereide maaltijden. Kip met rijst, je kan alles eten, ook stamppot. Het handige aan zo'n kant-en-klare maaltijd is dat het versbereid is. Het is gezond. En het belangrijkste van die voorverpakte maaltijden is dat je niet hoeft na te denken over wat je eet. Je kan ze gebruiken voor je lunch, als avondeten, als tussendoortje. Het maakt allemaal niet uit. Hoe minder jij hoeft na te denken over wat je eet, hoe makkelijker het droogtrainen wordt. Nou, ik ben een echte vleesliefhebber, zeker tijdens het droogtrainen. Eet ik elke dag vlees. Het is hoog in eiwit, bevat heel veel waardevolle voedingsstoffen die je anders niet binnenkrijgt. En het verzadigt enorm. Côte de bœuf, mager tataar, mager gehakt. Ja, dat werkt allemaal top. En of je nou dat rundvlees neemt, deze kip, drumsticks, wat dan ook, vis. Het werkt allemaal, jongens. Wat zijn goede keuzes voor de lunch? Ik heb even het hele pakket hier gehaald. Boterhammen, crackers, rijstwafels, wraps, kipfilet, butterkezen en eieren. En met deze producten kun je eindeloze combi's maken. Als je nu zegt van ja, ik moet echt low carb eten op een dag om je calorieën te beperken, dan wissel je dat brood in voor crackers of rijstwafels. In plaats van 2 boterhammen kan je bijvoorbeeld 4 tot 6 rijstwafels of crackers eten. Ja, en dat vult veel beter. Hetzelfde verhaal ook met die wraps. Die wrap met kipfilet en hutekezen, helemaal top. Ja, een simpele stap om de calorieën te beperken is om kleinere wraps te gebruiken en om minder wraps te gebruiken. In plaats van 2 gebruik je 1 wrap. Eieren, natuurlijk een basisingrediënt bij het droogtrainen. Als jij die gekookte eieren meeneemt op een dag, je kan ze in 1 keer opeten of verdeeld over een dag. Ja, die liggen als een steen op de maag. Bevat alleen maar eiwitten en vet. Dus als je low carb wil eten, passen die gekookte eieren natuurlijk bij jou. Om geen plateau te bereiken tijdens het droogtrainen de komende maanden, moet je steeds minder calorieën eten. En dan zal je ook zien dat je langzaam maar zeker die koolhydraten weghaalt uit je dieet. En dan hou je vooral nog die kipfilet, hutekezen, eieren, kwark, etc. over. En als je al dit gepuzzel met producten te lastig vindt, dan schrijf die allemaal aan de kant. En dan pak je gewoon zo'n voorverpakte maaltijd. Dan weet je precies wat je binnenkrijgt. Hoeveel eiwit, hoeveel vet, koolhydraten, hoeveel calorieën. En dan zit je helemaal goed. Oké, jongens, en dan heb ik nog een nieuwtje. Op 20 mei doe ik mee met de Herox Rotterdam. Dat is een wedstrijd waarbij kracht en conditie wordt gecombineerd. Je moet onder andere kilometer hardlopen en krachtonderdelen doen. En dat op basis van tijd. Ik doe mee in de Pro-divisie. Ja, dat is eigenlijk de zwaarste klasse. Want als ik aan zoiets mee ga doen, dan wil ik natuurlijk ook wel de zwaarste gewichten gebruiken. Ja, de competitie zal waarschijnlijk bestaan uit triatleten, misschien allemaal pro's. Maar goed, het is natuurlijk een gevecht tegen jezelf. Daarom doe ik ook vooral mee. Is het goed voor de afwisseling om even ook uit die gym te zijn. Die gym, die blijf ik sowieso doen, elke dag. Maar daarnaast ga ik ook die conditie wat opvijzelen. En dat helpt natuurlijk alleen maar bij het droogtrainen. Als je en gemotiveerd bent, even wat andere dingen dan anders doet. En dan kan je weer eventjes lekker dat vuurtje aanwakkeren. Op weg naar die zomer. Een van de onderdelen is met een zandzak lopen, lunches maken van 30 kilo. Deze is 35 kilo. Ik begin nu mijn training met ietsje zwaardere gewichten en bouw dat af naar het wedstrijdgewicht. En ik moet farmers carry doen, 200 meter lopen met 32 kilo kettlebells. En ik heb hier 35 kilo dumbbells, ook weer ietsje zwaarder. En die onderdelen die moet je steeds afwisselen met een kilometer hardlopen. 8 keer kilometer hardlopen in totaal. Ik ben natuurlijk niet super goed in hardlopen. Ik heb genoeg hardgelopen mijn hele fucking leven, dus ik was het wel redelijk zat. Maar nu is ook weer die uitdaging
uitdaging om lekker in die verzuring te trainen met die kilometers hardlopen. Dat ga ik nu doen, jongens. Eerste training HeROX 20 mei Rotterdam. En wil jij tegen mij strijden? Wil jij tegen mij competen? Moet je gewoon lekker meedoen, jongens. En niet janken van ik ben niet voorbereid. Ben ik ook niet. Gewoon het hele pakket all in. Walking lunges met sandbag. Tijdens die wedstrijd zit natuurlijk die verziering vol in die benen. Oké. Okay. Twee keer heen en weer. Met ietsje zwaardere gewichten. Ademhaling hoog. Nu ga ik een kilometer hardlopen. Ik heb nu een rondje van 700 meter heb ik hier bedacht. Kom ik zo weer terug. Lopen zal natuurlijk mijn minste onderdeel zijn met 112 kilo. Dus er komen kleine snelle mannetjes bij. Maar het is wel even lekker. Oké, zitten we erop voor vandaag, jongens. Maar morgen ben ik hier weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Week 1, dag 1 van de droogtrainen start voor mij vandaag. En als jij dit ook wil, samen met mij, stap voor stap, dezelfde route afleggen richting de zomer. En die prep voor die peak week erbij wil hebben. Dan moet je je nu opgeven voor het droogtraintraject. En dan weet jij zeker dat jij op jouw ultieme moment, of het nou voor die vakantie is, voor je bruiloft, voor het ultieme flaneermoment op dat festival is deze zomer, weet jij zeker dat jij op tijd droog bent. Let's go, jongens, all in, samen 1 op 1.